Heel graag zou ik jullie toch nog eens eventjes mee terugnemen naar die Olympische Spelen die we gehad hebben deze zomer. Want het is u waarschijnlijk ook opgevallen, zelfs mij, dat er heel wat nieuwe sporten bij zaten. Ik denk aan karate, ik denk bijvoorbeeld aan skateboarden. Maar zo hadden wij ook een Belgische ploeg met een heel nieuwe discipline, namelijk de 3x3 Belgian Lions. En ik verwelkom hier Nick Seelis. Hallo, dag Nick. Goedemiddag. Zeg, jullie hadden eigenlijk uit het niets fantastisch gescoord, hè man? Ja, dat klopt. We worden daar vierdes. Niemand kende ons voordien. En als je ziet wat dat nu teweeggebracht heeft, dat is echt een zalig gevoel. Oh, dat denk ik ook. En wat is nu principieel het verschil met de 3x3 tegenover een gewone, reguliere basketbal? Het is op een half veld en de wedstrijden zijn veel korter, waardoor dat ze ook veel intensiever zijn. Je speelt tot 21 punten. Het is ook wat fysieker. Het is non-stop. En ze proberen een beetje in te spelen op de nieuwe trenden in de samenleving. Kort, krachtig, sociale media, proof. En vandaar dat het zo'n succes is. En dat lokt eigenlijk meer jonger publiek dan ook? Dat hopen ze zeker te doen, maar ik merk dat iedereen in België een beetje de smaak te pakken ja, heeft. Ja, jullie gaan echt wel een succesformule tegemoet. Hè? Ja. En zijn jullie allemaal basketters, gewone basketters ook geweest? Ja, wij zijn allemaal op ons 5 jaar beginnen basketten. En dan hebben wij gaandeweg gezien dat hier opportuniteiten lagen, hebben we er ons ook op toegelegd. En onze vrije tijd naast het gewone basket en naast onze job hebben we dan toegelegd op het 3x3 basket. En zo zijn we dan op de Olympische Spelen. 3x3. 3x3, ja. Ah, oké. Het is moeilijk uit te spreken als je valse tanden zou hebben. In ieder geval, hoe ziet jullie toekomst eruit eigenlijk voor die... We hebben nu nog een Europees kampioenschap in Parijs onder de Eiffeltoren. Er wordt ook een zaal gebouwd, dus dat is een mooi vooruitzicht. We hebben het WK in Antwerpen volgend jaar op de Groenplaats. Dus ik zou zeg, ja, dat vind ik wel geweldig. Ja. Is dat ook volgend jaar? Ja, volgend jaar in juni gaan ze een zaal zetten met 2000 plaatsen. En dit is wel een boost geweest voor die sport en ook voor dat event. En waar gaat dat gebeuren? Op de Groenplaats? Op de Groenplaats gaan ze dat zetten en het trainingsveld is bijvoorbeeld op de Grote Markt. Dus ze gaan heel Antwerpen een beetje inkleden in het 3x3. Zeg, maar dat gaat wel een boost geven aan jullie sporttak, zeg. Ik denk het wel. Deze heeft al geholpen en nu zijn er concretere plannen naar de toekomst om dat te professionaliseren. En ze spreken al over Parijs 24. Dus, Hola, geweldig. Ja. Want nu moet ik wel zeggen, jullie kwamen daar eigenlijk een beetje onbekend tussen al die Belgen aan in Tokio. En hoe is dat verlopen? Hoe hebben jullie dat afgelopen? Ja, we hadden ons laat geplaatst, dus daarom dat veel mensen het niet verwacht hadden. En onbekend, omdat we geen professionele sporters zijn. Maar daar ter plaatse, de meeste sporters hadden al wel eens van het verhaal gehoord. En dan zijn we open ontvangen en als gelijke beschouwd. En dan gaandeweg het toernooi, als de resultaten volgen, dan groeit ook de erkenning. Ja, en de interesse waarschijnlijk. Hè? Zeker. Tuurlijk, absoluut. En met hoeveel waren jullie daar? Met 3 in echt? Ja, je zei met 4 spelers. Dus er staan altijd 3 spelers op het veld en 1 aan de zijkant. Maar je vervangt constant. Een beetje zoals bij het hockey. Elke dode bal probeer je te wisselen, omdat het zo intensief is, heb je die break nodig om even 10 seconden te kunnen blazen. En als je zegt dat het veld is maar half zo groot, ja. Hoe groot is dat dan? Ja, dat is ongeveer 15 meter lang. Ah, toch wel? Ja, 15 op 15 ongeveer. Amai, Nick, ik vind het toch wel een uitdaging toe. Zijn jullie van plan om met hetzelfde team de volgende Olympische Spelen te doen? Voor mijzelf is dat wel een beetje moeilijk, ook met werk. Dus dat is een beslissing die ik moet nemen. Ga ik dat blijven doen of niet? Het is super intensief. We zijn nu de volgende weekends, elk weekend weg. De volgende maand. Ik denk dat ik 5 dagen in België ben. En om dat te blijven combineren, dat is zwaar. Dus dat is nog een plus de trainingen dan ook nog? Ook, ja, uiteraard. Maar het is vooral altijd weg van huis. Hè. Dus dat is wel iets dat op een bepaald moment wel begint te wegen. Moeilijk te combineren eigenlijk met een reguliere job. Ja. Ja. Dat is vaak in de sportwereld zo. Hè. Nick, mag ik jou bedanken? Mag ik jou heel veel succes toewensen? Want ik vind het geweldig wat jullie daar gedaan hebben. Net geen brons en de aandacht van heel België. Ja, zeker. Proficiat en bedankt dat je kwam. Dank je. Merci. Oké. Okay.